Het Elsje Vink Sanigaar College, COVAP, heeft vandaag 123 afgestudeerden afgeleverd. Directeur Angele Walelei Kumbangsila hield de afgestudeerden voor dat zij met de afronding van hun opleiding nu een baanzekerheid hebben waar zij zichzelf economisch weerbaar maken. Directeur Walelei Kumbangsila haalde aan dat de studenten zich hebben ingezet om aan hun toekomst te werken. Ze herinnerde de nieuwbakken verpleegkundigen aan de kern van het verpleegkundig beroep. Zo haalde ze aan dat verplegen een specifiek doel dient, met name het bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling van de mens. Maar tegelijkertijd is het doel ook om ziektes, aandoeningen of beperkingen te voorkomen. De directeur legde de geslaagden uit dat verplegen dynamisch is. En wanneer mensen ziek of gehandicapt worden, is het doel van verplegen dan lijden en pijn te minimaliseren en mensen in staat stellen hun ziekte of hun handicap, de behandeling en de gevolgen daarvan te begrijpen en om daarmee om te gaan. En wanneer de dood nabij is, is het doel van verplegen het handhaven van de best mogelijke kwaliteit van leven tot aan het eind. Dat is het heel continuum waarin wij werken als verpleging. Of niet? Ja toch? Herkenbaar. Heeft u in de opleiding gehad. Het verplegen vindt plaats in verschillende domeinen. Dat heb ik ook al gezegd. Het is gericht op de persoon als geheel. We verplegen op een holistische wijze. Niet alleen het lichaam. En niet alleen die patiënt. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid hield de afgestudeerden voor dat Suriname zich graag behoudt als verpleegkundige. Middels diverse voorbeelden wees Ramadien hen erop dat het niet altijd rooskleuriger is in het buitenland en dat Surinamers die eerder zijn vertrokken weer naar hun geboorteland terugkomen. Als de vraag naar Surinaamse zorgpersoneel zo groot is, dan moet volgens de bewindsman de mogelijkheid worden bekeken om een opleiding op te zetten voor de export. Anders moeten we afspraak met elkaar maken, directeur en stichtingsbestuur, dat we ook een opleiding opzetten. Alleen voor mensen die vertrekken, dan gaan we ook exporteren. Nee, dat kan. Jullie lachen erop, maar we kunnen daar ook geld aan verdienen. Wat doet Cuba, wat doet Filipijnen? Gaat u na. Filipijnen is de grootste exporteur van verpleegkundigen. We halen verpleegkundigen nu uit Filipijnen om onze linkje te versterken. Zo goed zijn ze er volgende week. Maar, als we slim zijn, kunnen we geld verdienen. Zijn we daartoe bereid? Om een aparte opleiding op te zetten die alleen gaat dienen voor de exportmarkt. U komt erin en degene die u gaat recruteren in het buitenland betaalt die opleiding, betaalt Suriname een bepaalde fee, want dat doen we nu met Cuba toch? Dat doen we nu. We betalen, jullie kennen die bedrag niet, we betalen enorme fees aan Cuba en aan andere landen om mensen hier te krijgen. Voor dit jaar zullen er nog 344 studenten moeten afstuderen. De directeur van COVAP zegt dat dit aantal samen met de afgestudeerden van vandaag genoeg zijn om 2 middelgrote ziekenhuizen te bemannen.